Hoe kun je hier klaar voor zijn? Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk bang. Eigenlijk eerlijk gezegd. Ik heb echt wedstrijdspanning. 200 swingovers maken. Ik vind het echt spannend. Kijken of ik het ga redden. Zien we wel. Ga het gewoon doen. Yo guys, vandaag zijn we in de welbekende achtertuin van Niels. En Niels gaat vandaag iets belachelijks doen. Hij gaat namelijk 200 swingovers doen. Waarom zou je dat in vredesnaam willen? Vertellen we straks. Check it out. Numero uno! Iedere keer laten hangen dat dat het beste is. Het kost nu te veel kracht. Dus nummer 1. Je bent op 1/200ste, Niels. Ongeveer 0,5%. 199 gegaan. Zegt dat goed, Leendert? Jij bent goed in wiskunde. Ja, dat is goed. Vrij exact. 198 gegaan. 1%. Slokje sportdrank. Een beetje energie. Ik voel de handjes al. Nou. We gaan gewoon ons best doen. We zijn echt net begonnen, we zijn een beetje aan het testen wat de handigste manier is om zo efficiënt mogelijk te klimmen. Zodat je die 200 ook volhoudt. Het is niet de bedoeling om het zo snel mogelijk te moeten doen. Het is een marathon, geen sprint. Mag je uitleggen waarom je in vredesnaam zoveel swingovers aan het doen bent? Jeroen heeft me uitgedaagd. De uitdaging is, gekke uitdaging, die zouden we voor elkaar verzinnen. Jeroen zei, jij gaat 1000 swingovers doen. Ik ben gek genoeg, ik heb gezegd, dat is goed. Eigenlijk direct nadat ik dat zei, dacht ik, shit, dat is een beetje aan het rekenen. Stel dat ik 50 per uur doe, ben ik 20 uur bezig. Ik twijfel echt aan mezelf of ik dat überhaupt wel zou kunnen. En daarom heet het juist een challenge. Anders zou iedereen het doen. Dus eigenlijk is het vandaag gewoon een voorbereidingsdag. Ik breng het ook in beeld. We gaan gewoon kijken of die 200 überhaupt mogelijk is en wat dat gaat doen. We zijn nu een beetje de juiste techniek aan het zoeken. Handigheidjes, ik moet zo min mogelijk kracht verspillen. Swingovers hoeven niet mooi te zijn, maar moeten gewoon zo efficiënt mogelijk. En dan kijken hoe mijn handen het houden, mijn voeten, mijn, ja, alles. Wat? Ja, ik ga er maar eens eentje doen. Ja. En door. Het touw beklimt zichzelf niet. Eentje in de house, ook met toeschouwers. Dit is de master. Hoe doe je dat nou zo efficiënt mogelijk? Ja, dat is iets wat ik me ook afvraag eigenlijk. Weet je, dus als jullie tips hebben, laat het maar alsjeblieft weten. We zijn nu aan het kijken wat slim is, wat handig is. Je ziet al dat ik geen klem zet wanneer ik naar beneden ga. Ik denk dat het te veel kracht kost. 1000 keer een klem erbij. Dus dan maar op de bicep laten vieren. Ja, is dat effectief? Ik weet het niet. Om energie te besparen zou je misschien ook in plaats van helemaal achterover te kantelen en wat heel veel tijd kost, zou je ook kunnen zeggen van ik spring. Dan heb je veel snellere klem. En omdat je springt, heb je die energie niet nodig om jezelf omhoog te krijgen. Ja. Misschien is het proberen waard. Alles is het proberen waard. Dus in plaats van kantelen zeg jij 1, 2, 3. Ja, ik moet gewoon pakken misschien al. Ja. Nou, ik moet toch die tweede klem zetten. Ja, precies. Ik ga het eens proberen. Dus nog een keer. Wat je zegt, niet naar achter. Iets minder hoog pakken, iets minder hoog. Ja, zo ja. Heel makkelijk springen. Dus gewoon meteen goed springen. Hiermee jij potentieel ook je knie gaat voelen, omdat je best wel scheef je voet op de andere voet zet. In je klem. Ja. Waarom voel ik dan mijn knie? Omdat je rechterknie naar binnen klapt. Ja, wat ik bedoel is het verschil tussen zo eroverheen en zo op de zijkant. Voor mij voelt dit fijner. Kijken met die tip van Rinke erbij. Hey. Ik vind het fijn om in één keer zo eroverheen te gaan. Ja, ja. Dan kun je al je gewicht aan hangen, hè? Probeer. Nou, dat is een te grote strafsprong. drie achter elkaar, Niels. Wat voel je dan? Hartslag gaat omhoog. Ja, eigenlijk dat wel. Hoe hoog is die balk eigenlijk, Niels? Volgens mij 310 tot de onderkant. En dan kijken of die 1000 mogelijk is op 3 meter hoog. Of dat er misschien wel 2,5 moet, zodat ik één klem kan zetten. We gaan kijken. We gaan het wel doable maken, zeg maar. Het moet een uitdaging zijn, maar doable. Over doel gesproken. Terwijl Niels die swingovers eruit knalt, is mijn taak om natuurlijk zo vet mogelijk in beeld te brengen. Kijken hoeveel verschillende hoeken ik die swingover kan filmen. Daarnaast gaan we nadenken over hoe hij het zo efficiënt mogelijk kan doen. Ik zit op rep 43, ik merk een klein beetje inzoomen dat er al een beetje rood wordt en een heel klein beetje kapot gaat. Dus ik ga alvast preventief de buffjes omheen gooien. Ik lig natuurlijk iedere keer met mijn armen over die balk heen. Ik denk dat dat wel verstandig is. Dan moet ik het beste kunnen gaan doen. Buffjes eromheen, kijken of het werkt. Echt iets minder die wrijving, dat is goed. Potentieel straks ook richting handschoenen. Staat er niet in de spelregels dat je geen handschoenen aan mag, Niels? Er staat er niks in de spelregels. De spelregels zegt gewoon 1000 swingovers. Kijk hoe je het doet. Ik denk dat het praktisch onmogelijk is om zonder handschoenen misschien te gaan klimmen. Je handen gaan helemaal stuk. En dan kun je wel door willen, maar als je op het rode vlees zit, wordt hem gewoon niet. En kun je je handen zo ver trainen dat je 1000 aan kunt. Ik weet het niet. Ik denk dat wij de spelregels gaan bepalen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat nog niemand dit gedaan heeft. Nee, dat is waar. En zou het een verschil maken als je het zonder of met handschoenen doet, Jeroen? Ik denk het wel. Ja. Ben je beter als je het zonder kunt? Maakt dat uit? Ja, weet ik niet. Potentieel. Wat doen jullie? Sowieso zonder. Dat is toch wel echt survival run. Met handschoenen, dan zie je nooit iemand in de wedstrijd mee rennen. En dat is ook wel niet echt hoe het hoort. Dus als je er 1000 doet, dan doe je het gewoon zonder handschoenen. Lijkt me. Survival runners hebben ook niet van deze dingetjes om de arm mee. Maar ja goed, het helpt me ook verder denk ik. Dank vriend. Even over je voorbereiding. Je gaat een heleboel krachtoefeningen doen van tevoren, denk ik. Ja, denk het wel. Ik denk wel zeker. Ik heb sowieso opgeschreven dat ik moet gaan werken op mijn knijpkracht. Dat ten eerste. Ik moet gaan werken op mijn squat, want het neerkomen, ik heb besloten dat ik hem laat vallen. Ik zou mijn biceps moeten trainen. Vooral het laatste stukje laat ik hem zakken, dus vooral excentrisch gaan trainen. En buikspieren. Heel erg belangrijk. Iedere keer die benen omhoog. Ik denk dat ik mega verzuring krijg in de buikspieren. Dus hanging knee race is denk ik de beste oefening ervoor. Ik denk dat het vraagt om een apart filmpje binnenkort. Ah, dat denk ik ook. Hoe voorbereiden op een gekke challenge. Nog eentje en dan heeft hij er 50. Woe! Het zit op 1/4 van vandaag. Ja, voelt wel goed eigenlijk. En als je de 1000 moest, was het 1/20ste. Ja. 10 minuutjes reden al. Over de laatste 10. Ja. Dat is prima. Ik ben nu denk ik al bijna een uur bezig. Het zijn je handen na 50 swingovers. Ja. Dankjewel. Ja, rustig aan. Zet hem op, hè. Yo. Ja, support is weg. Ik ga het weer alleen doen. Je hebt net 5 achter elkaar gedaan. Ik merk dat je ademhaling wat omhoog gaat, je hartslag gaat omhoog. Ja. Zijn dit dingen die je niet wil voorkomen? Ja, denk het wel. Daarom doe ik het nu juist. Om te kijken hoe dat voelt. Ik denk juist voor die 1000 moet ik dit helemaal niet hebben. Ik merk nu ook dat de zijkant van mijn voet begint wat zeer te doen. Ja, het touw iedere keer langs geklemd. Ik heb hier een scheenbeschermertje. Die ga ik ook maar eens op doen. Ik denk dat dat wel verstandig kan zijn. Oh, die loopt ook hier langs. Kijk, top. Ik zit volgens mij op rep 75. Ik merk dat aan de zijkant van mijn voet, hier bij mijn schoen, begint er wat irritatie te komen. Dus ik heb een extra buffje eromheen gedaan. Kijken of zulke soort dingen gaan helpen. Dan gaan we gewoon weer verder. Nog 6 en dan mag hij dit heerlijke bordje oppeuzelen. Ik ga klimmen. 5 en dan? En dan eten. Hoeveel heb je er dan gehad? 100. Nee, nu ben ik kalm voor de show. Anders hou ik het niet vol, joh. Ja, met 100 zit je pas op de helft voor vandaag. Ja, en dan zit ik op 1/10 voor de echte challenge. Ik voel de handjes ook al een beetje. Nog eentje en dan zit Niels op 100. 100 stuks. Handen zien er zo uit. Ik ga nu dit vastpakken. Oké. Bedankt Jeroen. Ik ben dus ondertussen wat lekkere bananenpannenkoekjes aan het maken voor Niels. En voor mezelf natuurlijk. Dat moeten we nog even goed uitzoeken. Wat is nou het handigste wat Niels kan eten gedurende de dag? Waar haalt hij zijn energie uit? Dat zijn koolhydraten, maar voornamelijk ook vetten, denk ik. Dus misschien moeten we daar even iets mee. Dat gaan we nog uitzoeken. Maar als jullie tips hebben, laat het even weten. Niels zit op ongeveer 165. Voor een klein beetje support en om even te voelen wat ik hem wil niet aandoen, pak ik de laatste 70 met hem mee. Op zich prima, maar ik kan me voorstellen als je dat heel vaak doet. Ik voel mijn arm een beetje, dus zo'n sleeve zou heel handig zijn. Dus nee, ik heb hartstikke veel respect voor Niels. Ze vragen mij wel eens van waarom doe je niet mee? Nou, ik denk dat ik straks van Niels nog een veel ziekere challenge krijg. Dus ik ben er een klein beetje bang voor. Maar Niels, je moet weer. Go! We hebben namelijk afgesproken met elkaar dat we voor elkaar een hele moeilijke challenge verzinnen. Dus deze is die voor mij, voor Niels. En hij moet er nog één bekend maken aan mij. Maar dat komt later een keer. Gewoon 15 minuten toe. Fuck, dat is gewoon geestdodend. Ik merk ook dat de energie wat wegvalt. Dus dat je begint nu wel zwaarder te worden. Je ziet het ook aan mijn techniek. Laatste 10. Ik ga, zodat het piepje gaat, ga ik zo achter elkaar pakken. Piepjes maakt niet meer uit. Ik ga de laatste 10, heb ik 200 gehad. Ik heb piepje al uitgezet. In dat geval gaan we beginnen. Ja? Ik ga ze serieus gewoon rap achter elkaar pakken. 3, 2, 1. Kom aan, baas. 2. Hier. 50 aan, Niels, kom aan. 3, Niels. 2 en door. Ja man. 4 heb ik. 8, 2. Lekker man. Laatste eraf geraakt. Kom aan, 1 keer. Huts. Laatste. Fuck. Lekker. 200 swingovers. Net deze. De laatste 10 ontstaan. Hoe lang heb je er nu in totaal over gedaan? 200 stuks? 3 uur 15 minuten. Op zich is dat best raar. Vooral die laatste uur heb ik meer dan 80 gedaan. En dat is veel. Dus tempo moet lager. De laatste 10 dacht ik, maak mezelf even kapot. Maar dan merk ik echt dat ik snel verzuur en heftig. What's next? What's next? Chillen. Voorbereiding. Nee, plan maken. Wanneer we die duist gaan doen, hij is aan. Ik moet oefenen met 2 benen leren klimmen. 2 handen, 2 keer 2 kanten koprol. En daar moet ik gewoon mee bezig. Nou, dan zien we wel. Maar 1000 wordt wel, wordt wel heftig eigenlijk. Jeroen, ik geef niet op. Ik ga het doen. Ik zie wel hoe we het uiteindelijk vol gaan houden. Hoos. Deze heb ik wel verdiend volgens mij. 0.0 uiteraard, atletenbier. Zeg maar dan. Zo. Zo. Dat is echt lekker. Hier hebben we het voor gedaan.